Scheffers had in de eerste ronde van het wheelchair tennistoernooi weinig moeite met de Fransman Cataneo. In twee sets was het gebeurd. Het werd 6-2 en 6-3. Het lijkt inderdaad een redelijk eenvoudige overwinning. Maar dit is toch een tegenstander van mij waar ik altijd moeite mee heb. En de laatste keer ook van verloren heb. Dus ik ben erg blij met deze overwinning en voornamelijk met het niveau wat ik heb neergezet. Want Scheffers speelde goed. Vooral zijn service liep als een trein. En dat is belangrijk, want in tegenstelling tot het reguliere tennis worden bij de wheelchairs de meeste punten juist niet met de eigen service binnengehaald. Klopt inderdaad. Het is, in het rolstoeltennis is het heel lastig, omdat je zit laag. Dus je serveert eigenlijk van onder naar boven, maar die bal moet ook weer naar beneden. Dus je kan nooit met volle snelheid serveren. Dan krijg je inderdaad dat het retourneren belangrijker is dan het serveren. Althans, belangrijker in de zin van dat het makkelijker is om de game van je tegenstander te pakken dan die van jezelf. De juiste vorm lijkt op tijd aanwezig te zijn bij Michael Scheffers. Hij denkt dan ook dat hij ver gaat komen in Rotterdam. Zeker, ja. Ik voel me lekker en ik vind het altijd leuk hier. En heeft vandaag een goede wedstrijd neergezet. Goede generale is het halve werk, zeggen ze. Wat is jouw doel hier? Mijn doel hier, ik heb het vandaag al vaker gezegd. We zijn hier met 8 rolstoeltennissers, alle 8 uit de top 10 van de wereld. En er zijn gewoon 8 titelkandidaten. Ik wil hier gewoon proberen finale te halen. Vandaag komt Michael Scheffers opnieuw in actie. Zijn tegenstander is de als tweede geplaatste Fransman Stéphane Houdet.